Take it away. We gaan beginnen. In de Bali vanavond, de mensen thuis die kijken via de Bali TV en welkom bij de 26e editie van de Nationale Wetenschapsquiz. Mijn naam is Sikko de Knecht, ik presenteer vanavond voor u deze editie die bijna niet doorging. Maar gelukkig hebben de Bali en Science Guide de handen ineengeslagen om dit jaar toch een wetenschapsquiz te hebben, om jullie breinen te prikkelen. Welkom allemaal. Ik ga jullie eventjes voorstellen aan de deelnemers die hier achter mij zitten. We hebben maar liefst 6 deelnemers in 3 teams. We beginnen op links en daar zit Belle Derks, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En de voorzitter van de Jonge Academie, de frisse variant van het genootschap, laten we het zo maar zeggen. En naast haar zit Masih Mohammadi. Zij is lector Architecture in Health aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En ze is ook hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zij zijn team A. Daarnaast in team B nemen Casper Albers en Nadine Akkermans plaats. 2 achternamen en een A, die hadden eigenlijk in team B moeten zitten, maar nee, A. Oh nee. Nou, toch te laat, maakt niet uit. Nadine is letterkundige, maar is daarna de geschiedenis ingedoken en schrijft over vrouwelijke spionnen in de 16e en 17e eeuw. En Casper is statisticus aan de Rijksuniversiteit Groningen, Twitter-fenomeen, columnist en ook wel bekend als Casper des Vaderlands. Team B. Hebben we dan ook nog een beta? Ja, we hebben ook een harde beta. En die zit daar. Hij heet Gideon Koekoek. Komt van de Maastrichtse Universiteit. Doet onderzoek naar zwaartekrachtsgolven. En naast hem zit lector kunstmatige intelligentie van de Hogeschool Rotterdam. Maaike Harbers. Team C. Ik neem een slokje champagne, want het is natuurlijk geen wetenschapsquiz zonder champagne. Het hele publiek hier achter mij heeft ook wat champagne gekregen en een oliebol. Eventjes als aanloop naar oud en nieuw, je moet die smulspier eventjes warm draaien, hè? Voor de 31ste december, dat weet u allemaal wel. We gaan vanavond 17 vragen behandelen uit alle hoeken van de wetenschap. En bij elke vraag geldt dat het beste antwoord telt. Ja? En ik heb gelukkig ook nog een driekoppige jury die ik zo aan jullie voorstel, die mij daar een beetje beschermt, want het is heel zwaar en moeilijk om die vragen te ontwikkelen, zal ik jullie vertellen. En voorafgaand aan vanavond hebben we al 10 van deze vragen bekendgemaakt. Voor het publiek dan, hè. Dus als u thuis mee heeft gedaan, kan nou niet meer, het is gesloten, het webformulier. Maar aan het eind van de avond ga ik vertellen wie heeft gewonnen van het thuispubliek. Dus om toe te zien dat dit alles eerlijk verloopt, hebben wij een jury en die bestaat vandaag uit Maud Radstaken in het midden, directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht. Alex Verkade, directeur van Wetenschapsmusea Stichting VSC. En Tosca Andreoli van Science Guide. Een applaus voor de jury. Ja, en dan strijden de teams natuurlijk altijd om de eer, maar ze strijden ook om een prijs. En ik weet dat voor een aantal deelnemers dat ook de enige reden is dat ze meededen. Dit hier voor mij, dit kleine object, is een replica van de microscoop van Antonie van Leeuwenhoek. En hij werkt echt. Hij is ons beschikbaar gesteld door het Rijksmuseum Boerhaven. We hebben er 2, so no fighting. En hij is gewoon kostbaar, hij is eigenlijk bijna niet te betalen. Maar je kunt hem winnen vanavond in de wetenschapsquiz. Goed, dan nog 1 laatste ding. De publieksprijs vertel ik aan het einde van de avond wie die heeft gewonnen. Jullie zitten nu echt allemaal op het puntje van je stoel, hè? Is het tijd om een eerste vraag te doen? Ja? Alsjeblieft, ja. Nou, laten we dat dan maar doen. De eerste vraag gaat over zeilen. Zeilen? Zeilen. Daar hebben we een slide bij, die komt eraan. Een moderne zeilboot gaat sneller als deze ruime wind vaart dan wanneer deze voor de wind vaart. Dus je kunt hier zien welke windrichtingen dat precies zijn. En het wolkje is dan dus de wind.
De vraag is wat daarvoor de belangrijkste reden is. Is dat A, als de boot onder deze hoek vaart ten opzichte van de wind, gaan de zeilen zich gedragen als een vleugel en dat levert een extra kracht? Antwoord B, door ruime wind te varen gaat de boot schuin hangen, waardoor de weerstand van de boot in het water afneemt. Of C, als de boot voor de wind vaart is het oppervlak van de zeilen het grootst, maar het totale oppervlak van de boot dat wind vangt is kleiner. De tijd gaat nu in. De tijd is om. Ja, jullie wisten misschien al een beetje door het Volkskrant-artikel dat het dit jaar wat goedkoper moest dan normaal. Dus heb ik de blokken van mijn neefje Kian meegenomen. Dat is om reserveringen op te nemen in de balie. En dit is gemaakt door Bas van de Techniek van de balie, dames en heren. Kijk nou toch. In één weekend, twee kerstdagen. Dat is hem gewoon geworden. Ik zie een B, een A en een A. Mag ik van jou, Nadine, weten waarom jouw team heeft gekozen voor A? Ja, we hebben ze eigenlijk weggestreept. We dachten dat B en C minder logisch was. Volgens mij dachten we dat C ook wel goed was, maar dat... Ja, ik dacht bij C van je hebt inderdaad meer oppervlak wat wind vangt, maar ook veel meer weerstand door die boot die in het water hangt. Dus dat is vast niet de goede. Mm-hmm. En ik dacht zelf bij B, dat gaat langzamer. Dus dan blijft A over. Als je schuin gaat varen, dan de boot schuin hangt, dan gaat die langzamer. Dat denk ik. Ik zeil niet, dus dat is echt... Nee, zijn er zeilers onder jullie? Nee, helemaal niemand. Nou, dat is weer zo'n Nederlandse traditie die oplost in het water. Oké, ik heb ook nog een B hier. Kunnen ik jullie nog uitdagen? Gewoon, we dachten dat water is dichter. Hè? Dus de dichtheid van water is hoger. Ongeveer, ja. Ik weet niet hoeveel keer, maar vele malen hoger dan wind. Dus we dachten, als minder oppervlakte in het water is, kan het sneller. Oké. Okay. Nou kijk, ik heb hier dus mijn oude Playmobil bootje maar meegenomen. Dit vriendje is 32 jaar oud. En daar speelde ik graag mee toen ik klein was. En nou, zoals je kunt zien, als ik hem schuin hou, dan valt het eigenlijk wel mee met hoeveel meer of minder oppervlak je aan de onderkant hebt. Want die boot is natuurlijk aan de onderkant bijna rond. Het goede antwoord is namelijk A. Okay. Het goede antwoord is A. En dat komt, kijk, als een zeilboot naar voren beweegt, dus ik ben dan even de wind, hè? Ik ben even de wind, dus ik blaas naar voren, dan komt hij aan de voorkant ook weer lucht tegen. En gek genoeg heeft dat ook een remmende werking op de boot zelf. En natuurlijk is dat als zo'n boot voor de wind gaat natuurlijk altijd nog beter, hè? Omdat er heel veel lucht van achteren kwam, maar het is nog beter als de boot een klein beetje gaat hangen, het zeil bol gaat staan, en zich daadwerkelijk gaat gedragen als een vleugel. Want wat er dan gebeurt is dat de lucht die langs de voorkant van de zeilen gaat, die moet sneller. En dat er dus meer luchtdeeltjes van A naar B moeten in dezelfde tijd, wordt de lucht hier dunner. En ontstaat er een onderdruk en die zuigt die boot een beetje naar voren. Dus deze combinatie van wel wind van achteren, maar ook een klein beetje schuin erin hangen, is het meest voordelig. Wauw, jongens. Vraag 1 hebben we gedaan. Dan gaan we de volgende proberen. Gelukkig. Zullen we het hier wel achter? Ja. Zullen we maar eens een heel ander vakgebied doen dan? Geschiedenis. We gaan naar een vraag over ons zonnestelsel. En namelijk over Jupiter. De Italiaan Galileo Galilei die staat bekend als degene die als eerst constateerde dat er 4 manen om de planeet Jupiter draaien. Rond dezelfde tijd deed ook de Duitse Simon Marius dezelfde ontdekking, maar veel faam verwierf hij er niet mee. Vraag 2 luidt, hoe komt het dat Galileo Galilei bekend staat als de eerste die de manen rond de planeet Jupiter observeerde en Simon Marius een onbekende astronoom bleef? Is dat A, Marius deed dezelfde ontdekking, maar hij vergiste zich in de planeet. Hij dacht dat Saturnus 4 manen had. B, Galileo werkte met de Juliaanse kalender en Marius met de Gregoriaanse, die loopt 10 dagen voor, waardoor het leek alsof Marius later was. Of C, Simon Marius publiceerde zijn ontdekking later en Galileo beschuldigde hem daarop van plagiaat en dat bracht hem eeuwenlang in diskrediet. Ik denk dat het heel erg is.
kou blijven. Nou, ik ga even naar onze natuurkundige. Ja. Om te vragen of jij weet hoeveel manen Jupiter heeft. Nou, dat wordt het elke week meer volgens mij, dus dat is wat lastig om te zeggen. Maar die vier Galileese manen van Jupiter, want zo heten die, hè? Io, Ganymedes, Callisto en Europa. Dat is algemeen bekend onder de natuurkundigen. En ik denk dat antwoord A, want dat is denk ik je vervolgvraag, waarom hebben wij voor B gekozen? Antwoord A, denk ik niet, want je moet je heel erg sterk vergissen. Wil je naar Saturnus kijken en denken dat het Jupiter is. Met de kleinste verrekijker zie je de ringen al staan. Dus ik denk dat die afvalt. Nou, van B en C, ik ben geen geschiedkundige, dus ik weet het niet zeker. Maar ik ken wel de geschiedenis van Jupiter vrij goed. En verhaal C heb ik nog nooit gehoord. Dus het is een beetje een gokje, maar van de overgebleven opties is het optie B. Goeie tip ook wel, om met een verrekijker eens een keer naar Saturnus te kijken. Ja, ja, absoluut. Iedereen met verrekijker thuis, naar buiten straks kijken. Het mag gewoon van de vogelbescherming zijn als je maar een beetje... Ja, absoluut. Oké, wauw. Ja, zij heeft 18 manen momenteel, Jupiter. 18? 18, ja. En 79 objecten in totaal die om de planeet heen. De het is heel gemeen allemaal met die juries die zeggen of het wel of niet een maan is. Je had de namen goed. En het grappige is dat, ik zag namelijk de bedenker van de vraag achter jou heel chagrijnig kijken. De namen Ganymedes, Callisto, Io en Europa zijn dus niet door Galileo bedacht, maar door Simon Marius. Oh. Galileo had ze gewoon 1, 2, 3 en 4 genoemd. Oké. Okay. Ja, het was niet een hele imaginary person. Dan heeft Marius toch een beetje de eer nog gekregen uiteindelijk. Toch een beetje, precies. Ja. Alleen weet niemand het. Ja, okay. Ik heb ook nog een C gekregen. Ja, wij hadden eigenlijk om een beetje dezelfde reden A weggestreept. Wisten het niet, moesten gokken. En we dachten bij B, ja, daar zit maar 10 dagen tussen. Hoe groot is de kans dat je zo dicht op elkaar zit? En dan zal je zien dat die kans heel groot is om het fout te hebben, maar... Nou, het goede antwoord is C. Wetenschap, kijk, jullie krijgen ook een rood en een groen lichtje, hebben jullie dat gezien? Okay. Wetenschap is net mensenwerk, jongens. Kijk, het is hierom. Die arme Simon Marius, had hij maar in Italië gewoond, had hij maar betere aantekeningen gemaakt, had hij zijn ontdekking maar iets eerder af laten drukken en was hij in godsnaam maar katholiek geweest. Het zat Marius niet mee. Hij deed zijn ontdekking naar eigen zeggen in december 1609, maar zette zijn aantekeningen pas op 8 januari 1610 op papier en publiceerde zijn bevinding zelfs pas in 1614. Rijkelijk laat voor de huidige standaard, maar misschien had hij een slecht peer review proces. Maar toen had Galileo natuurlijk al lang en breed gepubliceerd over de ontdekking waar hij op 7 januari 1610 al aantekeningen over maakte. De heren deden dus eigenlijk bijna op dezelfde dag dezelfde ontdekking. Ze behoorden tot de eerste die zo'n ding hadden, een telescoop, en dachten, nou ja, dan zet ik hem maar eens op Jupiter. Maar Galileo publiceerde dus eerder en niet pas in 1614. Okay. Het leidde tot een conflict dat pittige vormen aannam, waarin Galileo zelfs de benaming giftig reptiel en vijand van de mensheid voor Marius gebruikte. En het is een beetje zielig, want Marius lag op dat moment op zijn sterfbed, dus kon zich ook niet verdedigen. De kalender speelde wel een rol, dus je zat niet helemaal mis met B. Het protestantse gebied waar Marius woonde gebruikte nog de oude Juliaanse kalender. Galileo beschuldigde dan ook de godslasterende protestant Marius ervan dat hij de katholieke Gregoriaanse kalender had misbruikt om zijn ontdekking eerder te doen lijken. De reputatie van Marius was wel voorgoed vergald natuurlijk. En wat wel leuk is, is dat tussen 1903 en 1907 heeft ook nog een Nederlandse jury zich over het euvel gebogen. Zij concluderen dat Marius eerder was, maar het mocht niet baten. Maar goed, hij heeft nog wel de manen natuurlijk, hè? Dus dat vind ik dan ook al schattig. Ja. Ik ga naar vraag 3, als jullie er klaar voor zijn. En die vraag is hoe het komt dat Emmentaler kaas in de 21ste eeuw steeds minder gaten is gaan bevatten. Oh jee. Is dat A, de kazen worden gemaakt in lager gelegen gebieden? B, melk wordt tegenwoordig langer gekoeld opgeslagen? Of C, het productieproces is meer steriel geworden? Alle drie zitten. Ja, dat zou zeker zijn. Ja.
Ja, ik wil nou toch een antwoord. Ja. We hebben 3 keer B gekregen. Ja. Nou, dan ga ik eerst maar eens een praatje maken met Lieve. Hallo Lieve, van Fromagerie Kef. Wat heb je bij je? Ik heb meegenomen... Oh, we hebben een microfoon nodig. Ja? Anders praat je gewoon even hier. Dat heel hard. Oh, dit is heel intiem. Hij ligt daar gewoon, joh man. Half in mijn oor. Ik gewoon hier. Hij staat ook aan. Ja, ik heb meegenomen een Tientaner kaas. Dat is een Nederlandse gatenkaas, zoals jullie kunnen zien. Hij komt uit Tienje, dus dat is in? Friesland. Friesland, heel goed. En dan nu? Ja, deel maar even wat kaas uit, want dan kunnen ze het misschien proeven. Misschien. We hebben deze hele kaas moet op straks, dames en heren. Want die hebben we al gekocht, die kan ook niet meer terug. Dus straks ligt die in de salon en dan kunnen jullie daar allemaal een hapje van meenemen. En dan kun je ons ook vertellen of je het echt proeft. Oh kijk, er komt zelfs kaas naar jullie toe, geweldig. Dankjewel. Eentje lijkt me meer. Je moet hier niet blijven staan. Dit is duidelijk Friesland. Ja, proef het maar even goed, want het antwoord zit in de kaas. Nou, ik zie heel veel gaten, dus dit is een kaas van minstens 20 jaar oud. Kijk, BNC is natuurlijk waar. Belle, kun jij me vertellen waar het gat naar smaakt? Dat ligt het gat. Waar smaakt het nou naar? Het gat smaakt nergens naar. Oh, het gat smaakt nergens naar. Maar er zit natuurlijk wel wat in dat gat. Dat is al best hier een aanverbied. Wat denk je dat er in het gat zit als de kaas nog dicht is? Gas. Gas. Kijk. Daar kunnen we wat mee. Er zit gas in het gat. Jij dacht B. Waarom? Nou, omdat we al 2 keer niet gescoord hadden met B. Ja. C leek ons niet, want we dachten, met kaas heb je te maken met schimmel en dat soort dingen. Dat moet je dus juist goed onder controle hebben. Dat is niet zomaar weg als het meer steriel wordt. Mm-hmm. A leek me gewoon onzin. Dus wij kwamen op B uit. Zwitserland is niet eens lager gaan liggen. Nee. Is er nog iemand anders die zegt, nou, ik had ook een brainwave, dat wil ik even met jullie delen? Nee? Nou, dat denk ik ook wel slim, want jullie altijd het goede antwoord, want jullie allemaal hetzelfde antwoord. En het goede antwoord is C. Ja. Nog een keer. Kijk, het is best een goede vraag natuurlijk, hè, waar die gaten in de kaas nou eigenlijk vandaan komen. En begin deze eeuw zaten de Zwitsers echt met een probleem, want die Emmentaler kaas die begon steeds minder grote gaten te bevatten. En dat is wel slecht voor je handelsmerk als dat gatenkaas is, want gatenkaas zonder gaten, dat is natuurlijk gewoon kaas. En om erachter te komen hebben onderzoekers rijpende kazen 130 dagen in de CT-scan gelegd. En dat zien jullie hier op dit plaatje. En van linksboven naar rechtsonder zijn dit allemaal Emmentaler kazen waar steeds wat meer microscopische hoordeeltjes in gedaan zijn in het mengsel. En hoe meer hoordeeltjes erin doet, hoe meer van die bolletjes daar ontstaan. En dat zijn die holtes. Die holtes zijn gevuld met een gas, dat had je goed geraden. Dat is natuurlijk ook de vraag, wat voor gas? Het is CO2, die ontstaat tijdens de rijping en die wordt gemaakt door melkzuurbacteriën. Maar dan is de vraag nog steeds, hoe ontstaan die gaten nou? Want het is best wel moeilijk voor gas om in zo'n stroperige, vieze, kleffe kaas een belletje te vormen. En daarvoor hebben ze een beginnetje nodig. En dat vinden ze op die microscopische hooideeltjes. In deze kleine buisjes in het hooideeltje kan zo'n eerste stukje CO2 gaan zitten. En vanaf dat moment is het voor alle andere CO2 heel makkelijk om zich bij dat belletje te voegen. Dus je krijgt steeds belletjes die steeds groter worden, daarom groeien ze ook. Dat doen ze ook alleen maar als het warm is, heb ik begrepen. Hè? Juiste temperatuur, zegt Lieve hier. Dus, zodoende. Ik ga even praten met de jury. Want die hebben het paper hier erbij. Ja. Uit het International Dairy Journal komt het, hè? Klopt. Ja. Wat verrassen jullie het meest in dit paper? Behalve dat iemand dit had gedaan. Een kaas in een CT-scan. Ja, dat het in 2015 al kon, eigenlijk. Ja. Oké. Ja, jongens. Ik wil ook even van jullie weten hoe het gaat met de score. Nou, eens even kijken. We hebben, team B heeft nu, team B heeft 2 punten en team C staat op 1. En team A? Heeft nog niks. Hij heeft nog niks. Dat wilde ik nog even 1 keer gehoord hebben, dan weet iedereen dat. Nou, Lieve is al weg, maar dankjewel Lieve. We gaan door naar de volgende vraag. Wie van jullie heeft er kinderen? 1, 2, 2 mensen. Nou, dan zullen jullie deze vraag waarschijnlijk veel beter maken dan...
de andere mensen hier vanavond op het podium. No pressure. Je weet van iemand dat hij 2 kinderen heeft. En dat hij ook van beide kinderen weet op welke dag ze zijn geboren. En je vraagt, klopt het dat je een dochter hebt die op zaterdag is geboren? Ja, antwoordt hij. Hoe groot is nu de kans dat deze persoon 2 dochters heeft? Is dat A, kleiner dan 0,5? B, precies 0,5? Of C, groter dan 0,5? Pak het bloknootje er maar bij. En de tijd gaat nu in. Ik denk dat de kans groot is als je 2 kinderen hebt. Ik wil graag antwoorden zien. 3 keer A. Wauw. Ik ga even naar de statisticus onder ons. Ja. Casper, waarom A? Omdat volgens mij is dat het goede antwoord. er zijn eigenlijk 16 combinaties. Want elk kind is of een jongetje of een meisje. Of op zaterdag of niet op zaterdag geboren. En van die 16 combinaties zijn er 7 combinaties waarbij je ja gaat zeggen op de vraag. En dan van die 7 zijn er maar 3 waarbij de ander ook... even kijken, dat die, waarbij je 2 dochters hebt. En ja, ik kon de kans niet helemaal gelijk uitrekenen, want dat is wat moeilijk in een halve minuut. Maar 3 van de 7 is wel minder dan de helft. Dus de kans is niet 3/7, maar wel kleiner dan 50%. Oké. Heeft iemand daar nog wat aan toe te voegen? Ja, Maaike? We hadden een iets simpeler redenatie. We dachten, als die 2 dochters had gehad, was de kans best groot geweest dat hij had gevraagd welke dochter dan? Wauw. Nou, ik vind het prachtig om te zien dat een redenering die er niets mee te maken heeft en een redenering die bijna klopt, toch allebei het goede antwoord opleveren. Ik ga hem even met jullie doen. Ja? Komt-ie? Ik mag hem overnemen. Hè? Kijk, het is kleiner dan 0,5. Want, zoals jij al zei, Casper, is er een aantal combinaties mogelijk. Het aantal combinaties is niet 16, maar 14, overigens. Want je hebt eigenlijk, je hebt 2 kinderen. En je kunt dus het eerste kind zijn of het tweede kind. Je kunt een meisje zijn of een jongen. En je kunt op 7 verschillende dagen geboren zijn. Dus ik heb hier met mijn Excel skills eventjes de zaken op een rij gezet. En als je linksboven begint, dan zie je een meisjesteken, een vrouwteken met ma. Dus het eerste kind is een meisje dat op maandag is geboren. En dat gaat over de hele rij. Dus van links naar rechts blijft dat hetzelfde. Nou, dat doe ik van boven naar beneden met alle eerste kinderen. En op de kolommen, dus de verticale, doe ik dat met alle tweede kinderen. En dan hou ik inderdaad een beperkt aantal mogelijkheden over, namelijk 14 keer 14. En dat is 196 opties. Maar we hebben informatie. Namelijk dat er op zijn minst een meisje is dat op zaterdag is geboren. Dus dat kan het tweede kind zijn of het kan het eerste kind zijn. Dus nu kun je al 169 opties kun je gewoon vergeten. Houden we die over. En als we deze nou allemaal bij elkaar optellen, weten we dat het er 27 zijn en geen 28. En als je die opnieuw verdeelt in meisjes en jongens en meisjes en meisjes, dan houden we 13 gevallen over van de 27 met 2 meisjes en 14 met een meisje en een jongen. En dat maakt dat de kans net iets kleiner is dan 0,5. Ja. Hoe gaat het met u? Mijn uitleg was sneller. Ja, dat was een lang kerstweekend, kan ik wel vertellen hoor. Ja. Volgende blaadje is klaar. Ik geef hem weer over aan jou. Ik dacht zaterdag dat ik het 7 heb. Goed. Ik wil even weten van jou, Casper. Dit is volgens mij een zogenaamd slecht gedefinieerd probleem. Die vorige vraag? Ja. Ja, want... Lijkt het ook op dat probleem met die 3 deuren met 2 geiten en een auto? Nee, behalve dat het ook kansrekening is. Maar bijvoorbeeld die vorige vraag, je gaat er eigenlijk impliciet van uit dat op elke dag van de week evenveel kinderen geboren worden. Terwijl we weten dat in ieder geval in Nederland worden op zondagen minder kinderen geboren. Want alle geplande geboorten die zijn op andere dagen van de week. En je gaat er eigenlijk ook vanuit dat jongens en meisjes 50% kans hebben. Terwijl 52% van de baby's is een meisje. En we weten ook dat mensen die al 1 jongetje of 1 meisje hebben, de kans dat de volgende hetzelfde geslacht is ook groter is dan 50%. Pardon? En dan wordt de rekensom een stuk moeilijker om in een halve minuut op te lossen. Ja, gelukkig.
Weet je ook waarom dat is, dat het tweede kind dan waarschijnlijk eens dat hetzelfde geslacht is? Nee, 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 dat is geen statistiek, dat weet ik niet. Genetica. Dat is heel eerlijk van je. Ja. We gaan naar vraag 5. En die gaat over kleuren zien. Niet ieder mens verstaat hetzelfde onder de kleur blauw. Maar de vraag is, hoe verschillend mensen nou echt zijn? Dat is wel heel kort. Vraag 5 luidt, je laat Vladimir Poetin en Donald Trump de bovenstaande 3 vlakken zien. En je vraagt welke van de 2 onderstaande vierkanten het meest overeenkomt met het bovenste vierkant. Wie geeft sneller het goede antwoord en waarom is dat? Is dat A, Vladimir, omdat hij jonger is? B, Donald, omdat hij een Amerikaan is? Of C, Vladimir, omdat hij Russisch spreekt? Oh, ja, is het niet zo? Is het niet zo? Is het niet zo? Ja, dat is niet zo. Wat denken jullie? Ja, dus ja, ik zou zeggen, zee. Nee, dat is niet zo. Dat is sneller uitgesproken. Ja, dat ik heb 3 keer C. Wat zijn jullie eens gezind vandaag? Het is bijna alsof jullie elkaar kunnen horen. Oké, Maaike, mag ik jou vragen waarom het C is geworden? Ja, ik meen mij te herinneren dat in Russisch er meer woorden voor blauw zijn dan in het Engels. Hoeveel dan? Dat weet ik niet. Oké, is er iemand anders die ook Russisch spreekt hier? Nee? Die ook Russisch spreekt. Was dat ook jullie redenering? Nee. Nee? Waarom hebben jullie gezegd bellen? Nou, ik kan me voorstellen dat da makkelijker uit te spreken is dan yes, omdat je meer ademhaling nodig hebt. Oh, je bent zo sneller, ja. Je ziet aan mijn verrassing al dat dat niet de reden is. ik ga jullie het antwoord niet vertellen. Voor het antwoord gaan wij naar de salon, dat is hier naast ons. Want daar gaat oud-presentator van de Nationale Wetenschapsquiz Junior, Victoria Koblenko, het goede antwoord op de vraag geven. Ja. Oké, dus misschien. Hoi, dat is Victoria Boni. Ik vraag om het goede antwoord te geven op deze vraag, omdat ik blauw. Nee. Omdat ik Russisch spreek. Het goede antwoord is C. De taal die iemand spreekt, heeft invloed op de waarneming van de wereld om diegene heen. Dit noemen we linguistische relativiteit. Het leuke is dat het experiment in deze vraag ook is uitgevoerd met 2 groepen. Russisch-taligen en Engelstaligen. In tegenstelling tot het Engels kent het Russisch namelijk verschillende woorden en concepten voor lichtblauw en donkerblauw. Golubой is lichtblauw en синий is donkerblauw. Russisch sprekenden konden sneller aangeven welke vlakken het meest overeenkwamen. En dat is het bewijs dat de taal die je spreekt beïnvloedt hoe je de wereld waarneemt. Heel veel succes met de rest van de quiz. Dankjewel. Neem hem te harte. Fantastisch. Nou is natuurlijk alleen nog de vraag of het voor Nederlanders ook geldt met rood en roze. Misschien dat een van jullie dat even in een aanvraag kan zetten voor MBO en ik even uit kan zoeken. Dan weten we dat volgend jaar in de volgende wetenschapsquiz. Ja, we hebben voor de volgende vraag hebben we iets nodig. En dat wordt nu naar binnen gebracht. Voorzichtig daarmee, hè? Echt voorzichtig. Geef mij die gouden maar. Is jij die daarachter? Oh, dankjewel, ja. Oh, nee. Oh, grappig. Ja, jullie dachten dat ik onder een wetenschapsquiz zonder explosies. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. En de mensen die dicht bij deze ballon hebben gezeten, hebben als het goed is nu een geur geroken. Ja. Stinkt een beetje daar, hè? Ja. Wat jullie ruiken is de geur van... Nee, van gas. Maar... Van gas, ja, heel goed. Dit is de geur van gas. Maar ik wil niet al te veel de Ross van Friends hier uithangen, maar een leuk weetje over gas is dat die gas eraan toegevoegd wordt. Dat is niet de geur die aardgas van zichzelf heeft. En deze is eraan toegevoegd zodat je hem ruikt bij een gaslek. Maar de vraag is, wat is er nou zo bijzonder aan die lucht? Is dat A, het is een universeel afschrikwekkende geur? B, het activeert ons reptiele brein? Of C, het is ook waar te nemen bij hele lage concentraties. Het is in veiligheid iets. Dus dat moet voor iedereen waar te nemen zijn. Nee. En reptiel brein, dan is het intuïtief om te zijn. Maar dat is het dus niet, denk ik, dat is nog een spraak. Dus?
Ja, denk weer drie keer C. Jury, er wordt zo vaak hetzelfde geantwoord. Is dat eigenlijk nog wel verantwoord? Want anders wil ik graag dat jullie nu ingrijpen. Ja. Het mag wel? In de eerste drie vragen is verschil gemaakt. Dus als jullie de rest van de quiz allemaal altijd hetzelfde zeggen, dan hebben we ook een winnaar. Dan weten jullie ook wat de eindstand is. Precies. Ja. Ik zeg hier gelijk even bij voor de kijkers thuis. Dit was de vraag die ook het best werd gemaakt onder het thuispubliek. Dus wat hopen de deelnemers dat ze met z'n allen goed gegokt hebben. En dat hebben ze gedaan. Het goede antwoord was C. De geur die wordt toegevoegd aan aardgas is het zogenaamde ethaan-ethyol. En deze thiolen zijn verbindingen met een hele sterke geur en zit onder andere in knoflook. En ook stinkdieren maken hier lustig gebruik van deze chemische verbinding. En je ruikt het dus heel erg goed. Maar het is niet per se afschrikwekkend. Een universeel afschrikwekkende stof bestaat ook niet. Hè, voor de een is poep heel erg vies om te ruiken, maar voor een strontvlieg, nou ja, u snapt het. Het bijzondere aan de geur is dat het ook bij hele lage concentraties te ruiken is. Dus ook als er een heel klein beetje een lek is of als iemand een verminderd reukvermogen heeft. Hoeveel heb je nodig om het waar te nemen? 3 druppels pure ethaan-ethyol op een Olympisch zwembad. Zo sterk. Dus jij hoeft ook niet zo heel erg veel bij de NAM erin te tieven. Wil je ervoor zorgen dat iedereen het kan ruiken? Oké, genoeg scheikunde? Biologie? Ja, ik zie jou knikken, Masi. Niet jouw vakgebied? Nee. Zeker. Vertel eens wat meer. Wat is jouw favoriete vakgebied buiten dan architecture en health? Oh jee, literatuur. Literatuur? Ja. Nou, dat komt hartstikke mooi uit. Echt waar? Ja. Ik neem het terug. Nee, ik heb een vraag over taal en over het ontcijferen van taal. Een onderzoeker is bezig met de ontcijfering van een oud schrift en komt erachter dat een bepaalde set tekens staat voor de naam van een beroemde koning uit die tijd. Ze springt zich een gat in de lucht. Wat maakt het herkennen van de naam van een koning nou zo waardevol voor een onderzoeker? Is dat A, met de naam van de koning kan de onderzoeker de tekst dateren. Zo kan ze afleiden in welke ontwikkelingsfase de taal zich bevindt. B, omdat namen grotendeels onafhankelijk zijn, kan ze dit schrift vergelijken met het schrift van andere talen uit dezelfde periode. Of C, in de naam van troonsopvolgers staat vaak een getal. En als je dat taalschrift kan koppelen aan het rekenschrift, dan ben je een stuk dichter bij het antwoord. Ik zou A of B kiezen, weet ik niet. Ja, maar ik C is nooit zo herkend. Ik vind B niet heel Ja, ik zie dat deze tafel hier in het midden nog aardig doordringt, maar jullie zijn zo zenuwachtig om te verliezen dat er gewoon helemaal niks in gaat. Dus jullie krijgen gewoon als beloning krijgen jullie wat nieuws. Je kan ook drinken van de zenuwen. Kunnen ook drinken van de zenuwen. Ja, dat ben ik aan het doen overigens. Ja. Zo. Dankjewel. Jij bent letterkundige, toch? Ja, klopt. Ja, dus het is A geworden. Ja, nou ja, volgens mij klopt het alle drie niet, maar dat wil je natuurlijk niet horen. Oh ja, gelukkig hebben we een jury, hè. Daar komen we daar wel uit. Want waarom is het A? Nou, dat lijkt me dan nog het meest logische. Het meest logische. Want er is een bepaalde ontwikkeling in taal. Nou ja, je zou kunnen denken als je de naam Karel II tegenkomt, dan weet je in ieder geval dat het later dan of 1660 of later moet zijn. Nou, dus je kunt wel dateren daardoor. Daardoor kan je enig eventueel wat dateren, maar niet zo heel veel. Daarom vind ik het een beetje een onzin antwoord ook. Oh, maar er wel voor gekozen omdat het minst onzinnig is. Ja, dat dacht ik. En zijn er naast zeg maar, het alfabet ook nog schriften die jij zelf kunt lezen? Ik doe heel veel met cijfercodes, maar 16e en 17e eeuw. En ik vermoed dat dit wel eens op een eerdere periode zou kunnen slaan. Dus, dus ik weet het niet helemaal zeker, nee. Maar het leek mij het meest logisch. Ik heb een A, jullie moeten ook de kaas wel even opeten. Ik heb hier nog een A en ik heb een B. Nou, dan wil ik van jullie ook wel even weten waarom het B is geworden. Ja, doe jij maar. Nou, we hadden een beetje oneenigheid hier binnen.
Kijk, we kunnen ons zo voorstellen dat als jij een tekst hebt, maar de hele tekst, het hele schrift is jou onduidelijk, dat het helpt om een naam van een koning te noemen, want dat klinkt van het een op andere schrift hetzelfde. En dan kun je aan dat ene woordje wat je wel herkent, kun je hopelijk de rest van het schrift ontcijferen. Maar als het schrift al redelijk bekend is, dan is B een logisch antwoord. Oké. Dus wij hebben B gekozen. Goed, dan zal ik jullie niet langer in spanning laten wachten en vertellen dat het goede antwoord B is. Ja, oh. Kijk, het zit zo in elkaar. Of je nou Venetia of Venice of Venetië zegt, dan weet iedereen wel door dat je het over die bijna verzonken toeristische trekpleister in Italië hebt. En dat geldt ook voor veel farao's, koningen en keizerinnen. Die namen worden vaak ook al buiten het betreffende rijk gebruikt om te refereren aan die leider in dat land. En daardoor zijn ze dus grotendeels taalonafhankelijk gebleven. Ik zie jou al iets goedkeurende knikken, maar het blijft... Ja, oké. Ik ga nog even verder naar die, als je niet echt... Bij het ontcijferen van een schrift is het in de eerste plaats belangrijk om te weten wat voor soort schrift het is. En ruwweg kun je dan onderscheiden dat je klankschriften hebt, zoals het alfabet, waarin een bepaald teken staat voor een klank. Of dat je het hebt over een betekenisschrift, zoals het Chinese Hanzi, waar een karakter staat voor deur, tafel, schoonmoeder of iets anders. En lange tijd werd bijvoorbeeld aangenomen, daar heb je wel een beetje gelijk nadien, dat hiërogliefen, het ging over lange tijd geleden in dit geval, een betekenisschrift waren. Dus mensen dachten dat die ooievaars en die ogen dat dan ergens voor stond. Maar toen ze binnen een bepaald teken, en dan moet je hier eventjes kijken op het plaatje, dan zie je bij het pijltje zie je twee setjes die in zo'n soort cirkel zitten. Of eigenlijk een lange uitgetrokken racebaan. Dat heet een cartouche. En daarbinnen staan de namen van farao's. Dus toen ze dat zagen, dachten ze... Hé, verdomd, als ik nou eens weet dat dit in deze periode een bepaalde keizer is, of een farao in dit geval, en ik weet ook hoe dat in andere talen geschreven wordt, dan zeggen ze, hé, dit is een klankschrift en geen betekenisschrift. En natuurlijk, ontwikkeling in het schrift, dat bestaat niet. Of lijkt in ieder geval vooralsnog niet te bestaan. Meerdere wegen leiden naar een bruikbaar schrift. Ook is er geen eenduidige samenhang voor het schrift dat mensen gebruiken voor letters en voor cijfers. Er zijn bovendien ook nog onontcijferde schriften. Dat vond ik het leukste om achter te komen toen we deze vraag maakten. We hebben het voorbeeld van eentje. En dat is dit. Dat komt van Rapa Nui, ook al bekend als Paaseiland. En deze tekst heet het Rongo Rongo. En ja, wie het weet mag het zeggen. Je begint schijnbaar linksonder en als je aan het einde van de regel bent, dan draai je het een hele ondersteboven en dan ga je verder met lezen met de volgende regel en dat blijf je doen. En de reden waarom men denkt dat dat zo is, is dat dan de hoofdjes tenminste steeds op de goede plek van de zin staan. Maar we weten dus nog niet wat hier staat, we hebben geen idee. Het is altijd nog een uitdaging. Zou jij daar misschien wat mee kunnen maken? Even iets nou, ik zou het overlaten aan een computerprogramma. Ja. Ja. Ik denk dat hier een Nobelprijs mee te winnen valt. Gokje. Oké, jongens. Het is tijd voor de champagnevraag. Wat is een wetenschapsquiz zonder champagnevraag nou? In de 17e eeuw vluchtten Franse hugenoten naar Zuid-Afrika en al snel ontstond daar een levendige wijnhandel met wijnen naar Frans recept. Natuurlijk werd er later ook champagneachtige wijn gemaakt. Maar dan op de Kaap. Vraag 8 luidt. Waarvoor gebruikten makers van traditionele vonkelwijn, Zuid-Afrikaanse champagne, vroeger zout? Is dat A, om de zoutarme Kaapse grond te verrijken? B, om de gist en suiker uit de fles te krijgen? Of C, om de druiven in te drogen, zodat ze zoeter werden? Sorry, de jury wilde nog wat champagne. Ik zet hem even neer. Kun je jezelf, hè? Ja, alsjeblieft. Oké, wat hebben we? We hebben een C en een B. Daar hou ik van, verschillende antwoorden. Casper. Ja. Om de druiven in te drogen. Ja. Ik dacht, zout, dat onttrekt het vocht aan de druiven. Dus dan blijft er meer zoetigheid achter. En dan ja, wordt het zoeter en misschien wil je een lekkere zoete champagne. En toen vlak voordat de tijd op was, dacht ik van ja, maar je kan ook gewoon het druivensap een beetje laten koken. En dan verdampt het vocht wel en dan heb je helemaal geen zout nodig. Maar toen was de tijd op.
Dus het zou zomaar fout kunnen zijn. Ja, ja, dat het zou zomaar kunnen, inderdaad. Ja. Ik zie een B bij team A. Ja, wij dachten om het wat hygiënischer te krijgen. Om de fles schoon te krijgen voordat je de wijn erin doet. Iets in die trant. Dat je dan de kurk erop doet en even goed schudden. Iets in die richting. Wauw. Is dat een goed antwoord, jury? Zullen die gewoon goed rekenen? Ja, het antwoord klopt niet, maar het is wel B. Oké, het is wel B. Het antwoord is inderdaad B. Even iets over bubbelwijn, want daar gaat het elke wetenschapsquiz over. Dus dan moeten we even goed behandelen, dat onderwerp. Bubbelwijn maak je door suiker en gist toe te voegen aan wijn. En dan vaak wijn die eigenlijk niet zo lekker is. Dus witte wijn uit de champagne is gewoon niet te zuipen. Maar als je daar dan suiker en gist bij doet, dan wordt het wat zoeter. En dan gaat het ook bubbelen. Want de gist eet de suiker op, dan ontstaat CO2. Weer die verdomde CO2. En dan hebben we belletjes in de champagne. Maar toch is bubbelwijn in de regel niet troebel, maar helder. Dus je moet de gist en de suiker die over is gebleven er wel uit zien te halen. Maar ja, hoe haal je nou die restanten uit de fles zonder dat je helemaal ondergespoten wordt met champagne? En hoe doe je dat in de 19e eeuw? Dat wordt en dat werd gedaan door de flessenhals te bevriezen. Dus de fles wordt eerst langere tijd ondersteboven gehangen. Een champagnefles heeft dan ook een kroonkurk bovenop de fles zitten. Dan wordt de hals bevroren en dan kun je de fles openmaken en even rustig de gist eruit scheppen. So far so good. Iedereen is denk ik nog aan boord. Maar nou is de vraag natuurlijk, hoe bevries je een fles champagne? Want met gewoon ijs is dat heel erg lastig, omdat het gewoon niet koud genoeg is. Zeker niet als er alcohol in de champagne zit. Dus, monsieur Bas, wij hebben hier het antwoord op de vraag. Ik heb hier een bak met ijs, met alleen maar ijs dat aan het smelten is. En een fles champagne natuurlijk even voor de vorm. En hier is een bak met ijs met heel veel zout eroverheen. Ja? Willen jullie dat eventjes zien? Dan bewijs ik dat even. Zie je? Er zit vrij veel zout op. Ja? En dan gaat het hier overheen zo. Dat is echt heel veel zout. Het is genoeg zout, toch, jury? Ja, ja, oké. Okay. Dus, oké, sorry. Nee. Oké. Goed. Nou is natuurlijk, the proof of the pudding is in the eating. En wat zien wij hier? Deze bak is 0 graden. En deze... Wat staat hier, Masi? Min 18. Min 18. Ja? Min 18. Dat is een vrij heftig verschil tussen die twee. Hoe werkt dit nou? Als het ijs smelt en je gooit er heel veel zout bovenop, dan ontstaat er een mengsel dat niet in evenwicht is. En dat wil een evenwicht bereiken en dat doet het door in elkaar op te lossen. En dat oplossen van zout in smeltwater, dat kost energie. En de thermodynamica leert ons dan dat die energie ergens vandaan moet komen. En dat doet het uit de omgeving. Dus hij trekt energie, beweging van moleculen, naar zich toe in feite. En het wordt kouder en kouder en kouder. Hij is nu op min 16, maar uiteindelijk wordt dit mengsel min 21 graden. En dat is heel handig, want daar kun je ook thermometers op eiken. Bijvoorbeeld Fahrenheit. Als het helemaal is opgelost, alle ijs is gesmolten en alle zout is erin opgelost, dus één van twee, dan is het spel voorbij. Maar dit was de manier om flessenhalsen te bevriezen in de 18e eeuw. Want ijs was er wel, maar om het echt goed koud te krijgen had je dit nodig. Zullen we nog even een flesje openmaken dan? Het is wel een beetje een drankfestijn antwoorden, Tim. Ik weet niet of dit... Dit mag wel van Jury? Of... Ja? Okay. Dus de balie, ja. Wat wel leuk is om er ondertussen even bij te vertellen, is dat dit is ook wel het principe wat achter strooien zit. Hè? Als je, wil iemand nog wat champagne? Ja, kijk, als jij nou dit even snel opdrinkt, dan krijg je andere champagne. Okay. Dit is eigenlijk betere. Ja? Alleen drinken is nooit goed. Dit is ook het principe wat achter strooien zit. Hè? Dus als er ijs op de weg ligt, dan strooien wij in Nederland en ook in heel veel andere landen. Ik heb een volgende dia, Tim, hallo. Ik doe het zelf wel. Hey. Daar is hij, ja. En dit strooien, dat werkt dus ook maar... Ik ga het gewoon bijschenken, ja. Dat werkt dus ook maar tot min 21. En onder temperaturen van min 21 werkt strooien helemaal niet. Dan moet je naar een ander middel overgaan. En dan zou je bijvoorbeeld kaliumchloride of cadmiumchloride kunnen gebruiken. Maar dat is wel heel erg slecht voor het milieu. Dat was de champagnevraag. Ja. Proost, hè.
over ging. Nee, ik weet niet waar dat om gaat. Dank je. We gaan naar vraag 9. Als we niet winnen, is dat de schuld. En vraag 9 gaat over heksen. Heksen? Ja, mensen gaan rechterop in een stoel zitten. Van de 15e tot de 18e eeuw zijn er in Europa tienduizenden mensen verbrand. Omdat ze heks zouden zijn. Wat weinig mensen weten is dat ook mannen en kinderen als heks in aanmerking konden komen. En zodoende ook op de brandstapel belanden. Toch vormden vrouwen de overgrote meerderheid van de slachtoffers. En de vraag is dan ook, vraag 9, wat was de reden die de voorstanders van heksenjacht in de tijd zelf doorgaans gaven voor het feit dat er een vrouwelijke oververtegenwoordiging was? Is dat A, vrouwen moeten worden onderdrukt en de heksenjacht vormt daartoe een geëigend middel? B, vrouwen zijn emotioneler en irrationeler en zo een makkelijkere prooi voor de verleidingskunsten van de duivel? Of C, veel vroedvrouwen bezitten kruidenkennis en dat is verdacht. Ik heb 3 keer B. Ja. Oh. Nou, nu gaat het echt tellen, de redeneringen gaan nu tellen. Hè? En we hebben hier wel de crème de la crème van de Nederlandse wetenschap zitten. Dus ik verwacht het allerhoogste van jullie. Is er iemand lichtelijk bekend met de heksenjachten? Misschien jij, Nadine, vanuit jouw geschiedkundige interesse? Een beetje. Nou, A is natuurlijk onze moderne redenatie waarom het zo was. Maar ze zeiden in die tijd volgens mij dat ze emotioneler en irrationeler waren. Vrouwen die zouden ook politiek überhaupt niet kunnen nadenken. Dat kwam in mijn boek heel erg naar voren. En daarom, ja, dan zijn ze ook makkelijker prooi voor allerlei duivelspraktijken. Ja, oké. Okay. En jij hebt een boek geschreven over vrouwelijke spionnen uit een periode waarvan men verwachtte of vermoedde dat er helemaal geen vrouwen waren die spion waren. Ja. Maar die waren er wel degelijk. Ja, de geschiedschrijving is eigenlijk in de 17e eeuw waren er geen vrouwelijke spionnen. We hadden 1 of 2 voorbeelden, maar dan ging ik de archieven in en vond ik overal vrouwelijke spionnen. En die vrouwen maakten in die tijd gewoon gebruik van het feit dat ze toen dachten dat vrouwen ook politiek niet konden nadenken. En dan word je ook natuurlijk niet verdacht en kan je overal zo tussendoor lopen. Fantastisch. Hey, en werden dan vrouwen wel eens ontmaskerd? Nou, ze werden wel eens gepakt en dan werden ze urenlang ondervraagd. Mannen werden onmiddellijk geëxecuteerd. Maar de conclusie als die vrouw ondervraagd werd, werd dan van ze kan het eigenlijk niet gedaan hebben, want het is maar een vrouw. Dus iemand anders moet haar iets ingefluisterd hebben. Eigenlijk hetzelfde. Ze is, ja... staat open voor allerlei kwade invloeden. Ja. Dus iemand anders zal het wel bedacht hebben. En werden ze dan nog eventjes beschuldigd een heks te zijn? Of was dat niet een heel makkelijke soms bond? In pamfletten kom je er wel eens tegen dat er een spion gelijksgeschakeld wordt met een heks. Maar het komt ook omdat een vrouwelijke spion werd gezien als iets tegennatuurlijks. Net als een heks tegennatuurlijk zou zijn geweest. Oké. Okay. En jullie waren op dezelfde antwoorden uitgekomen. En was dat ook volgens dezelfde redenering? Of hebben we nog een... Nou ja, dat, kijk, B, dat zien we nu ook nog heel veel. Dus waarom zou dat 5 eeuwen geleden niet zo zijn geweest? Dat was mijn redenering. Ja. Ja, jullie hadden het allemaal goed. Gefeliciteerd, ik zie weer 3 groene lichtjes. Ja, vaak denken mensen inderdaad, de moderne uitleg die jij ook net aanhaalde, dat heksenjachten dienden als vrouwenonderdrukking. Maar in historische bronnen, daar kom je dat eigenlijk helemaal niet tegen. Dus als je heksenjagers, een soort de Boba Fett van hun tijd, als je die vroeg waarom doe je dit, dan zeiden ze eigenlijk vaak dat het einde der tijden eraan kwam. En dat de duivel bezig was om een hele grote sekte te vormen. En Satan zou in vermomming mensen proberen te verleiden om zich bij die sekte te voegen. En wie daarvoor viel, die werd een heks. En het kon dus ook gebeuren dat mannen en kinderen heks waren, maar dat gebeurde niet zo vaak gezien hun emotionele natuur konden vrouwen namelijk veel makkelijker verleid worden om heks te worden. Kortom, voorstanders van de vervolgingen lijken wel echt oprecht in het gevaar van heksen te hebben geloofd. Uit historische bronnen valt niet af te leiden dat ze die doelbewust gebruikten om vrouwen te onderdrukken. Dan zouden waarschijnlijk ook wel meer slachtoffers, want het waren ongeveer 3/4 vrouw, zouden misschien wel alle slachtoffers vrouw geweest zijn. De heksenjachten waren wel heel duidelijk gekoppeld aan negatieve stereotypen over vrouwen, zoals Bella goed aanvulde hier. Jury. Ik ga weer even naar jullie toekomen, dus niet schrikken, maar binnenkort sta ik aan je tafel. Want ik wil even weten hoe het staat met de score.
B Tosca. En C gaan aan kop. Nog één keer met geluid. B en C gaan aan kop met 6 goede antwoorden. Zes goede antwoorden in een wetenschapsquiz. Team A is aan het inlopen, dus het is nog steeds heel erg spannend. Het is nog steeds, dat is eigenlijk, Team A staat op 5, hoor. Ja, daarom. Dat staat ook op mijn kaartje. Gebeuren. Het is nog steeds heel erg spannend. Nou, dat is mooi dat dat in ieder geval klopt. We gaan weer even naar de hemel. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Ja, oké, goed. Zoveel is duidelijk en daarom hebben we in Nederland van die mooie zonsondergangen in de zee. Een vraag over de zonnestand. Vraag 10. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Dat weten de meeste mensen wel. Maar hoe laat staat de zon in de beeld op 21 juni in het zuidoosten van de hemel? Is dat A, rond 10:50, B, rond 9:00 of C, rond 11:15? Ik heb een B, een C en een B. De C's maar eens mee beginnen. Ja, ik dacht om ongeveer 2:30 staat de zon op zijn allerhoogst. Om 6:30 of zo staat hij op. De zon staat op, ja. Ja, dan komt hij op. En ongeveer halverwege daar moet je dan in het zuidoosten zijn. En dan zat antwoord C er het dichtste bij. Oké. Okay. Ik heb nog een B. Ga ik even toch naar de fysicus. Ja, we eigenlijk dezelfde redenatie, alleen kwamen we op antwoord B uit. Ja, de redenatie was hetzelfde, maar dan wordt het een beetje giswerk qua hoe laat het dan precies is. Hè? Nou, het is de kortste dag, volgens mij is het wat vroeger dan, wat dacht jij, 6:30? Ik denk dat vroeger. Ik denk dat hij ook wat vroeger is. Ja, ja, misschien is hij wel vroeger. Dus... Nou, het antwoord op zijn vraag is zo ingewikkeld dat we er maar een filmpje van hebben gemaakt. Okay. En dat is gemaakt door Bruno van Waaienberg en dat starten we nu even in. Het juiste antwoord is A, 10:12. Raar eigenlijk, de zon draait om de aarde en hangt steeds recht boven dit punt. Als hij om 12:00 in het zuiden staat, dan zou je verwachten dat hij 3:00 eerder in het zuidoosten is, om 9:00 dus. Maar op 21 juni geldt zomertijd, dus de klok is 1:00 vooruitgegaan. Dus op zijn hoogste punt staat de zon pas om 1:00. Nou ja, dat geldt eigenlijk alleen in het midden van onze tijdzone, bijvoorbeeld in Praag. Nederland ligt westelijker, dus daar is het hoogtepunt zo'n 40 minuten later, om 1:40. De vraag was bovendien, wanneer staat de zon in het zuidoosten? 3:00 eerder? Nou, Nederland ligt op 52 graden noordenbreedte. En daarnaast is de aardas ook nog eens 23 graden gekanteld. In de zomer is dat in deze richting. Daardoor duurt het in totaal nog eens 1:10 voordat op 21 juni de zon in Nederland in het zuidoosten staat. 10 minuten voor het middaguur. Zo. Ja. Waren we toch bijna goed. Jezus. Nu weten jullie ook waarom de meeste wetenschappers wel vinden dat we in Nederland gewoon de zomertijd aan moeten houden. Ja? Wintertijd. Wintertijd. Dank je. Ja, fijn dat je er bent, Tos. Wintertijd, ja. Maar dat moeten we allemaal nog met Europa afspreken. Nee, je mag het zo weten. Tot die tijd kunnen wij ons buigen over de volgende vraag. En die gaat over anatomie. Anatomie. Ja, ik zie een paar mensen blij opspringen. Zo, Massie, jij ging echt een meter omhoog toen je anatomie hoorde. Ja, zeker. Lange tijd werd in Europa onterecht aangenomen dat de onderkaak van de mens bestond uit 2 delen. En dit veranderde pas in de 16e eeuw door publicaties van de lijfarts van het Spaanse Hof. De vraag is, vraag 11 van 17, had ik dat gezegd? Hoe komt het dat tot in de 16e eeuw in Europa werd aangenomen dat de menselijke onderkaak uit 2 aparte botten bestond? Is dat A, in de Bijbel staat beschreven uit welke botten het menselijk lichaam bestaat, waaronder 2 kaakbotten. B, omdat het een taboe was om menselijke overschotten te ontleden. De anatomische kennis was daarom gebaseerd op die van dieren. Of C, de enige kennis over het skelet van de mens was afkomstig van monniken die de lijken van de Franse adel aflegden. Leden van die lijn hadden door een mutatie 2 kaakbotten. Ook 1. Ik zou zeggen A. Nee,
een A en een C. Begin ik toch weer even bij de C. Nadine. Ja, die Bijbeltekst ben ik nooit tegengekomen. En het was niet meer zo'n taboe om menselijke overschotten te ontleden. Dat gebeurde wel. Nog niet op een hele grote schaal, maar het gebeurde wel. Dus dan blijft C over. Streep, streep. Maar die moet ik er wel bij zeggen dat als je denkt aan de mutatie van kaakpotten, dan denk je toch eerst aan die Habsburgse kaak, die een beetje raar is, die kin. Ja. Het is een pure gok, ben ik bang. Een pure gok? Jij komt niet verder dan pure gok, zie ik. Nee, jawel. Ik zie wat hier staat nu, maar ik zat te denken dat dieren niet een kaak hebben uit twee delen. Nee. Want dat zou de reden zijn waarom je dat zou denken dan. Maar goed, we gaan het zien. Ja. Oh. Het goede antwoord is B. Echt waar? Ja, dus helaas geen goede antwoord. En het is een beetje apart. Lange tijd was in Europa de kennis over het menselijk skelet, hè, er staat er eentje achter jou, was afkomstig van Galenus. En Galenus die ontleden vooral dieren. Vooral honden eigenlijk. En nou zul je misschien zeggen, kijk, ik laat jullie heel even kijken naar die hond, naar die onderkaak. Valt ook wel mee, hè? Hoe gespleten die onderkaak is. Even voor de mensen thuis, zoom eens even in. Hè? Dat is de hond. Maar het is wel degelijk zo dat in die ontwikkeling van de onderkaak er eigenlijk een bot van het ene kaakgewricht komt en van het andere die bij de kin samengroeien. Op een punt dat we de symfyse noemen. En die symfyse die is in sommige honden heel erg dun. En die valt dus ook makkelijk uit elkaar. En er zijn ook zoogdieren, ik ga even achter je langs, niet schrikken, waarbij het nog veel duidelijker zichtbaar is. Kijk, Maaike, ja. Kun je hier die onderkant zien? De onderkant? Ja, deze? Nee. Zie je deze is ook? Zit alleen maar met de kraakbeen aan elkaar. Ook voor de mensen thuis nog even. Ja. Ik vraag jou even, Casper, wat denk je dat dit voor dier is? Het lijkt op een krokodil, dus dat zal wel niet. Het lijkt op een krokodil, dus dat zal wel niet. Een dolfijnachtig. Wie zei dat? Nee. Iemand zei dolfijn. Ja, dat jij zei lijkt dolfijn. Een beetje, ja. Het lijkt er een beetje op. Ja. Het is ook een dolfijn. Oh, wat goed. En het gat hierboven geeft het een beetje weg. Oh ja, flip. Okay. Daar zit zijn neus namelijk. Ja. Maar hier zit wel degelijk, bij sommige zoogdieren is het ook wel degelijk zo dat het een gespleten onderkaak is. Maar Galenus die ontleden ook apen, zoals ik hier volgens mij een rhesusaapje heb. En achter jou staat nog een baviaan. En die hebben ook gewoon één vaste onderkaak uit één stuk. Maar die Hippocraten, daar was het een beetje mee dat als ze eenmaal hadden besloten dat iets zo was, dan was daar ook niet heel veel meer tegenin te brengen. Dus die vonden gewoon dat het twee kaakbotten waren. En daarom is het ook tot aan de 16e eeuw zo gebleven, totdat... Moet ik even zijn naam, Alexander van den Wezel, zeg ik dat goed? Andries van den Wezel, ook bekend als Vesalius, echt mensen begon te ontleden en erachter kwam, het is wel een vrij hard stuk kaak wat daar in zijn eentje zit. Een extra weetje is hier dat een mens geboren wordt met 300 botten en er op volwassen leeftijd nog 206 over heeft. Die verdwijnen niet, die groeien aan elkaar. Zo werkt dat. Goed, dan neem ik jullie even mee... naar mijn kleine podiumpje wat ik hier heb gekregen. En voor mij staat een apparaat dat in de dienstauto van de voorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen is meegebracht vorige week. Dit is een replica van een 17e eeuws experimentele opstelling. En de vraag die ik jullie wil stellen is, ik laat straks twee knikkers los. Eentje op deze baan en eentje op de kromme baan. En de vraag is, welke als eerste op dit punt is waar de twee lijnen elkaar kruisen? Is dat de knikker die rolt over de kortste weg? Of is dat de knikker die rolt over de kromme baan? Of komen ze tegelijkertijd aan? De tijd gaat nu in. Dat
Oké, okay. Ik heb een A, een B en een C. Daar hou ik nou van. Oké, okay. Ze komen tegelijkertijd aan. Maasie? Ja, we dachten gewoon, ja, dat zullen ze tegelijkertijd aankomen. Ja, wat je wint met versnelling, dat verlies je weer met omhoog gaan. Omhoog gaan dan. Ja, dus je denkt dat is waar dit apparaat voor bedoeld is, om dat te bewijzen. Ja. Anders was heel erg kort is de weg. Dus wat je wint aan versnelling, dat verlies je weer in de weg naar boven. Ja, dus nou, jullie denken van niet. Nee, al twijfel ik een beetje. Het lijkt heel erg op een groot ijzerwerk wat we op de Senneke campus hebben staan. Want Benoyer, die uit Groningen komt, heeft dat bedacht. Die liet zien dat een kromme een snellere route kan zijn dan een rechte lijn. Maar volgens mij is het dan wel een kromme die horizontaal eindigt en niet weer omhoog klimt. Maar goed, ik denk... Je hebt gewoon in het voorbijgaan op je werk een keer gezien en denkt... Ik fiets er elke week langs. Ja. Je fiets er elke week langs. Nou, en dan hebben we hier A. Ja. Fantastisch. Dus het is de rechte, gewoon de kortste weg. Er waren twee effecten. Ja. Dus vanwege de kromming gaat die eerste sneller op gang. Maar dan is er een ander effect dat, en dat wist jij? Ja, nee, dat kijk, op energieovertuigingen, dat is eigenlijk jullie argumenten, zou je verwachten dat ze ongeveer tegelijkertijd aankomen. Alleen bij het snelheid bouwen krijg je ook meer wrijving. Want snelheid in het kwadraat is een maat voor hoeveel wrijving je hebt. Dus als je via die korte gaat, dan bouw je veel meer snelheid op in dezelfde tijd. Maar dat geeft je ook veel meer wrijving. Ik denk dat dat maakt dat de rechte baan wat sneller gaat. Maar het zijn twee effecten die elkaar tegenzitten. En het is niet precies af te schatten wat het is. Ja, we kunnen het alleen nog maar proberen dan, zou ik zeggen. Ja. Toch? Ja, dus ik ben weer naar zolder geklommen bij mij thuis. Dat is echt bij mijn ouders thuis. Dat is geen grap. Dit zijn mijn oude knikkers. Ik zal ze gewoon eens loslaten. Ik ben echt serieus. Op de baan. Even kijken, zo. Zo zijn ze gelijk. Spannend, hè? Nee. Oh, yes. Ja. Nou. Jullie hebben het gezien. Moet ik het voor u nog een keer voordoen? Nee. Weet je wat? Ja, doe nog maar een paar keer voor. Ja, nou, ja, we hebben dat apparaat nou toch. Dus, ik draai hem een beetje voor u, mevrouw. Zo, nou, daar komt-ie. Ja, nou, kan ik het niet zien. De rode is diegene op de kromme baan. Ja, rood. Ja. Komt-ie. Inderdaad. Dat is indrukwekkend, hè? Zo. Nou, die knikker vinden we nog wel terug. Ik was echt doodsbang dat ding zou vallen. Nee, wat wij hier voor ons hebben is een brachistochroon. En daar vertel ik zo wat meer over. Want iedereen die wel eens op navigatie heeft gereden, weet dat de kortste weg niet altijd de snelste weg is. Toch is het wel heel aanlokkelijk om te denken dat in dit geval de kortste weg de snelste weg is. Want inderdaad, hij moet ook nog weer helemaal omhoog. Dit probleem, het brachistochrone probleem, afgeleid van het Griekse woord brachistos voor kortste en chronos voor tijd, dat is een probleem dat wiskundigen in de 17e eeuw heel erg bezig heeft gehouden. En wat blijkt, dat is dat er voor het snelst afleggen van de afstand tussen punt A en punt B, niet alleen de afstand, maar ook de versnelling van belang zijn. Hoeveel de knikker kan versnellen, dat hangt af van het hoogteverschil. Dus dat moet je zien als potentiële energie. Maar je moet die potentiële energie natuurlijk ook wel benutten. En dat doe je in dit geval door zo snel mogelijk te versnellen. Dus wanneer de knikker over deze kromme baan reist, dan kan hij gelijk vanaf het begin af aan al even lekker gas maken en goed versnellen. In de rechte baan kan de knikker ook wel versnellen, maar veel minder snel. En toen die geleerden hier voor het eerst aan gingen rekenen, waren ze op zijn gezag gezegd verbijsterd. Maar de oplossing op het wiskundig vlak, en die kost ongeveer een kwartier, en dat hebben we niet. Die legde wel de basis voor het differentiëren en het integreren, wat we in 5, 6 VWO, denk ik, leren tegenwoordig. De snelste baan is geen perfecte cirkel. Dat is misschien wel grappig om te vertellen. Het is een beetje een uitgerekte cirkel, een cycloïde. En daar zat je dus heel erg dichtbij in de buurt, en jij hebt die gezien. En dat is eigenlijk dezelfde baan die als je een fietslampje aan bijvoorbeeld een ventiel van je fietswiel vastmaakt en je gaat rijden, dan legt die ook geen perfecte cirkel af, maar een wat langgerekte cycloïde baan. En nou is het toch jammer dat die knikker weg is. Had ik er nog een. Wat het leuke aan deze is ook nog dat als je twee knikkers loslaat. Oh, kijk, een hele aardige manier. Fantastisch. U mag volgend jaar in het team. Als ik twee knikkers op deze baan loslaat op verschillende hoogtes, dan komen ze ook op hetzelfde moment beneden aan. Oh, zeg, dat ging wel heel erg snel. Weet je wat? Die hadden we niet geoefend. Maar dat heet het tautogrone probleem. We gaan naar vraag 13. Ja, ik denk dat dat het is, Casper, wat er bij jou op de faculteit staat. Nee, niet mijn faculteit.
Op de Seneca-campus. Op de Seneca-campus, het spijt me. Geef dus nou, de volgende keer het bordje lezen wat erbij staat en dan kun je het goed beantwoorden. Ik kan hem goed. Oh, je had hem goed. Laat ook maar. Dan gaan we naar de volgende vraag. In de 17e eeuw werd het natuurrecht populair in de Republiek der Zeven Nederlanden. In het natuurrecht gaat men ervan uit dat er rechtsprincipes bestaan die altijd en overal gelden. Vraag 13 luidt, waardoor werd het natuurrecht plotseling populair in de Republiek der Zeven Nederlanden? Zet A, deze jonge staat was seculier en had behoefte aan een alternatief voor het door het geloof ingegeven recht. B, er was een rechtvaardiging nodig voor de agressieve handelspolitiek van de Republiek, die met geweld het recht van de sterkste kon claimen. Of C, de Republiek had goede handelsbetrekkingen met Engeland en sloot daarmee aan op het rechtssysteem daar. Ik heb 3 C's. Wauw. Dus jullie hebben eigenlijk allemaal gekozen voor een reunificatie met het Verenigd Koninkrijk. Maar dan in de 16e eeuw natuurlijk. Oké, okay, ja, wat was de gedachte daarachter, Giel? Dit was een pure gok voor ons. We hebben echt een dobbelsteen gegooid en gezegd C. Ja. Masi? Nou, Nederland sluit ook nu in haar politieke besluiten altijd aan het buitenland. Dus ja, dacht ik. Wij voegen ons altijd maar gewoon naar het buitenland. Daar komt mij zo over. Ja. Hadden jullie dezelfde redenering? Ja, maar we dachten volgens mij was het niet seculier. En dan vonden ze zichzelf ook niet zo gewelddadig wat ze allemaal deden met de VUC en zo. Dus 2 afstrepen blijft 2 over. Oké. Okay. Het juiste antwoord was B. Nee. Oh, echt? Het is een populair misverstand, maar dat had ook niemand zo gezegd, dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden seculier was. Dat was hij zeker niet. Je zou het wel denken, hè? Amsterdam was namelijk lange tijd ook een zeldzame uitzondering in de wereld, omdat in het hart van de stad niet de kerktoren, maar het Paleis op de Dam, toen nog het raadhuis, het hoogste was. Maar toch nam de Staten-Generaal wel degelijk de taak op zich om de publieke kerk van de Republiek te bepalen en te beschermen, te weten de gereformeerde kerk. Tijdens de Republiek was het alleen aan gereformeerden toegestaan een openbare eredienst te houden. Andere diensten werden slechts gedoogd, veelal in schuilkerken. Dat zijn van die kerken die eigenlijk buiten het zicht van de straat achter een normaal huis zitten. Nee, de populariteit van het natuurrecht werd vooral ingegeven door de agressieve handelspolitiek van de Republiek. Er waren rechtsprincipes nodig die van toepassing waren op zee en in landen voorbij grenzen van de Republiek. En het natuurrecht werd gezien als een universeel geldend recht, aangezien het was gebaseerd op de reden. Een van de grootste voorvechters was natuurlijk Hugo de Groot, die van de boekenkist hebben geprobeerd te lenen, mocht niet. De Groot dacht dat een volledig logisch afleidbaar recht ingegeven door de menselijke reden de onderlinge verhoudingen tussen staten kon regelen en burgers een zekere bescherming kon bieden. Uiteindelijk werd zijn werk de basis voor de Geneefse conventies en het internationaal strafhof. Dus het heeft nog wel wat positiefs ook opgeleverd. In totaal. Ik begrijp dat wij even gaan praten. Volgens mij moet de Kahoot het niet, hè? Je moet even een andere manier bedenken om een winnaar te kiezen. Oké, okay, gaan we dat straks doen. Dan ga ik naar vraag 14. Het mag van Tim. Gelukkig. Deze vraag gaat over warmte. Ook deze zomer werd er in Nederland weer een hitterecord gevestigd. En voor het eerst kwam de wijd kwik boven de 40 graden Celsius uit en dat is wel erg uniek. Vraag 14 luidt, in de zomer hebben we in Nederland een grotere kans op extreem hoge middagtemperaturen dan op extreem lage middagtemperaturen. Waarom is dat? A. Nederland heeft een zeeklimaat. B. Omdat het erg lang licht blijft in de zomer. C. De vele kleine wateren houden de warmte goed vast. Thank you.
Team C, ik wil wel graag een antwoord. Ah, oké, okay, er is voor aangekozen. Ik zag op het laatste moment daar ook nog wat draaien. Ja, we zaten wat okay, te twijfelen tussen benen en te soebatten. Dus hey, mag ik vragen waar dat vierkantje op je borst voor staat, Kasper? Ja, dat staat voor de WO in actie. En dat is? Wij voeren actie voor een betere werkklimaat op de universiteiten en hogescholen, in de wetenschap in het algemeen. Minder werkdruk, meer bekostiging om ons werk goed uit te kunnen voeren. Omdat onderwijs een grondrecht is en dat moet goed betaald worden. Een helder statement. Was dat een bonuspunt waard? Is dat een bonuspunt waard, jury? Nee, dan kunnen we geen punten voor toekennen. Er zijn volgens mij meer mensen hier onder de deelnemers die zich daarbij hebben aangesloten. Dus volgens krijgen mij we allemaal een bonuspunt. Maar die hebben een vierkantje niet op. Nee. En ik begreep dat jullie laatst ook wit gestaakt hebben. Ja. Wat hield dat in? Dat we niet harder gingen werken dan wat we volgens ons contract moesten werken. Dus niet meer in de avonduren en weekenden of kerstvakanties aan het werk. Nou, het was november, er was geen kerstvakantie. maar ook de weekenden en avonden niet. En ja, dan duurt het allemaal wat langer voordat je het werk afkrijgt. En dan geef je toch een signaal af. En de volgende actie is dat we in december massaal aangifte hebben gedaan. Dat we eigenlijk gedwongen worden meer te werken dan we op ons contract hebben staan. Dus bij de arbeidsinspectie, dat is vorige maand gebeurd. En gaan kijken of dat iets oplevert. En zo niet, dan gaan we in januari vrolijk verder. Oké, okay, en dan als jullie dan weer wit gaan staken, doe je volgend jaar niet mee aan de wetenschapsquiz? In de kerstvakantie? Als die in november valt, niet. Maar, Even aantekening maken hiervan. Ja? Ja. Ik heb 3 keer A gezien. En ik ga even naar bellen. Waarom A? Nou, dat dacht ik eigenlijk al voordat ik de antwoorden zag. Ik denk, nou, dan is het een goed teken. Volgens mij heeft dat te maken met hoge of lage drukgebieden, waardoor warmte op ons land blijft. Zoiets dacht ik. Hoge of lage drukgebieden? Biedt er iemand meer dan hoge of lage drukgebieden? Maaike? Ja, het was meer een beetje afstrepen. Afstrepen weer. Ja, volgend jaar gaan we meer open vragen doen, denk ik. Want het afstrepen van jullie, daar hou ik helemaal niet van. Het goede antwoord is namelijk A. Ja. Maar waarschijnlijk niet vanwege de... Nee, niet vanwege. Kijk, de kijkers thuis hebben niet de oefenvraag gezien, maar eigenlijk zat hij daar ook al een beetje in het antwoord. Water heeft namelijk een hele grote warmtecapaciteit, veel groter dan het land. Waardoor de zee in praktijk als een buffer werkt voor grote temperatuurvariaties. En dus met wind vanaf zee variëren die temperaturen door de bufferwerking eigenlijk niet al te veel. Maar als er wind van het continent komt, hè, dus uit Rusland of Duitsland of uit Italië of Spanje, dan is dat in de zomer veelal warme lucht, hele warme lucht. En de beperkte buffercapaciteit van het land zorgt ervoor dat die inkomende zonnestraling snel het oppervlak opwarmt en vervolgens die warmte weer afstaat aan de lucht. Weet je wat? Drukgebied. Hetzelfde effect zien we overigens ook in de winter, maar dan omgekeerd. Ook dan zorgt het water van de Noordzee voor de nodige middeling in de temperatuur. Maar als de wind in de koude winterlucht vanaf het continent binnenkomt zeilen bij ons, dan is het ook echt koud. Van de wind vanuit die oosthoek is ook een voorwaarde voor een koude golf en voor een stevige ijsvloer. Alle keren dat we in Nederland een Elfstedentocht hebben gehad, was dat te danken aan Vladimir Poetin. Aan de Rusland, aan het oosten. Aan het oosten was het te danken. Dan een bijzondere vraag. Ik wil heel even inbellen. Ja, vertel. Ik wil graag Team C manen om het antwoord te geven voor het geluid is afgelopen. U heeft het gehoord, hè? Want zo ingewikkeld is dat knopje nou ook niet. De volgende vraag is een open vraag. Okay. Oh jee. Een open vraag in de wetenschapswist. En daar heb ik 3 assistenten voor. En die leggen straks bij jullie een object op tafel. En wat ik nu doe, is dat ik even deze dingen leen bij jullie. Want ze hebben namelijk ook een heel handig knopje. Ik ga jullie straks vragen om het doekje omhoog te halen. Pas als ik het zeg. Ja. En de eerste die op de knop drukt, mag zeggen wat het is. Wat het is. 3. Ja. Oh, moet ik er nog even bij zeggen dat als je op de knop drukt en je zegt het verkeerde antwoord, krijg je een strafpunt. Ja? We kunnen dat niet. 3, 2, 1. Ja. Ach, ja. Een vulva. Dat is heel duidelijk. Maaike, vertel, wat zie je voor je? Een vulva. Een vulva? Ja. Nee. Dat is helaas het foute antwoord. Wil iemand daar snel overheen? Bella had al gedrukt.
Ja, het is een clitoris. Het is een clitoris, dames en heren. Dus ik hem even op het scherm. Ja. Vind je het goed als ik jouw clitoris ook even leen? Ja. Dit zijn kleine 3D-modelletjes van clitoris. Clitoris, gisteravond nog even opgezocht, geen Latijn gehad. Dit is de menselijke clitoris. En dat die bestaat, dat is al wel bekend sinds mensenheugenis. Maar het werd pas in de 16e eeuw ook daadwerkelijk voor het eerst ontleed en beschreven door Charles Estienne. En die concludeerde dat de clitoris een vooral urinaire functie had. Ik mag het niet hopen, maar hij dacht het. En dat is een aparte claim en hij werd ook tegengesproken door mensen uit zijn tijd. Onder andere door Gabriel Fallapio van de Fallopian Tube, oftewel de eileider. Die deed er ook onderzoek naar. En die beklaagde zich destijds over het feit dat niemand zich om dit orgaan bekommerde. Er wordt niet over gesproken en als mensen al wat zeggen, dan komt het van mij of mijn student. De kennis die er was over de anatomie van de clitoris werd vele malen vergeten en ook vele malen weer herontdekt. Maar een populair studieobject was het nooit. Tussen 1978 en 1997 werden er 539 wetenschappelijke artikelen geschreven over de penis of penes. En over de clitoris maar 7. Dit is dus een 3D-model. Ik zal er even doorheen lopen met u hier in de zaal. Dit is de binnenkant van de vulva waar de clitoris omheen zit. En dit voorkantje hier is de glans. Die door veel van u waarschijnlijk gewoon de clitoris wordt genoemd. Maar vanaf nu weet u, het is veel meer. En ook deze delen, die kunnen zorgen voor genot. Ik geef het u even mee voor 2022. Fantastisch, goed geantwoord, Belle. Je had hem al eerder een keer gezien? Of je dacht, nee, zo voelt hij ook? Nee, dat, ja, televisie was het laatst. Ja. Het was op televisie? Oh. Ja. Nou, dan ga ik maar iets anders pakken om een vraag over te stellen. Willen jullie die even weer terugpakken, die clitoris? Zo. En daar doe ik eventjes mijn handschoenen voor aan. Want dit is een heel delicaat object. Deze heb ik geleend van Boudewijn Boeg. Vinden jullie het goed als ik dit ei even leen? Ik laat hem allemaal even zien aan jullie. Van welk dier denken jullie dat dit is? Struisvogel. Struisvogel? Nou, als het van Boudewijn Boeg is, dan moet het een dodo zijn. Ja, een dodo? Oh, ja. Nee, de handschoenen waren van Boudewijn. Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb geen idee. Ja, ik dacht ook aan een dodo. Een dodo, ja? Ja, jullie zijn zo bang om het verkeerde antwoord te geven. Nee, het is gewoon struisvogel. Het is gewoon struisvogel. Dan heb je dan nodig. Maar de vraag is ook helemaal niet over van wie die is. Maar de vraag gaat wel over hoe je hem openmaakt. Laat vallen. Ah. Vraag 16 luidt: hoe komt een struisvogelei, hoe komt een struisvogelkuiker uit het ei? Is dat A, met zijn grote teen? B, zijn moeder pikt het ei open? Of C, met de eitand aan de snavel? Jullie hebben niet meer nodig. Ik zou het echt daadwerkelijk zien. Gaat het meer ook even zien? Klaar hebben we niet. We hebben alleen ASC. Ja. Ik kon niet zeggen. Ja, ik kan het. Oh ja, team A moest natuurlijk ook nog alle spullen terughalen van de andere teams. Ja. Oké, wacht, ik kom naar jullie toe. Toch nog het verkeerde. Oh. Ja, zo kan het ook, ja. Kan iemand dit even opruimen? Ja. Vers uit Vlaanderen. Nou goed, laat ik maar. Weet je wat, ik begin maar gewoon even bij Masi. Waarom dacht je dat het B was? Het is meestal zo. Het is meestal zo? Ja, de moeders helpen om de ei te openen. Ja. Dus en als jij zegt meestal, op hoeveel observaties baseer jij dan die uitspraak? Op nul. Op nul? Ja, mijn observaties zijn vaak gericht op gebouwen, dus... Oké, okay. Nou, het is wel een hele bijzondere constructie, hè, zo'n ei. Dat het bijna niet kapot kan van buitenaf. Nou, je hebt het wel kapot gemaakt, dus ja. Ik denk dat die moeder ook zo doet. We hebben nu wel een manier gevonden waarop het van buitenaf kan. Dat is goed. Ja, ik heb nog een C hier. Waarom denken jullie dat het met de eitand gebeurt?
We dachten dat dat bij kippen ook zo ging. Bij kuikentjes. Bij kippen gaat het ook zo. Ja, en toen dachten we, nou ja, dan zullen struisvogels dat ook wel zo doen. Struisvogels zijn helemaal geen bijzondere vogels. In de verste verte niet, nee. In deze zin. Ben jullie zelf een soort gedacht? Een beetje vergelijkbaar. Volgens mij heb ik dat in Jurassic Park of zo gezien. Het is gezien in Jurassic Park. Dan moet het wel kloppen. Ik kan me heel goed herinneren dat er een klein velociraptertje was die met zo'n handje ook nog eventjes zo hem opendeed. Dat nog? Ja, dus als je daar op... Dat zou aan moeten zijn. Als je daarvan uit had gehaald, was het A geweest. En A is ook het goede antwoord. Ja, gek hè? Goh. Ja, het is een hele rare vogel hoor, die struis. Deze enorme vogel legt, zoals je zou verwachten, de grootste eieren van het dierenrijk. Hier zien we er eentje uitkomen en dit is een pootje. En op het puntje van het pootje zit een nageltje. En dat nageltje is heel hard en is in het begin ook echt bedoeld specifiek voor deze actie. Dus met zijn, zit ook een tweede velletje, een vliesje, dat knaagt hij open met zijn snavel. Maar, nou ik maak het even af, de struisvogel is dus een van de weinige, nou eigenlijk nee, is een vogel die geen eitand heeft. Dus het is hier gewoon krachtmaal arm. Hij tikt vanaf de binnenkant zachtjes naar buiten open. En hier wordt zie je dat wel geholpen hoor. Ja, hier, ja nee. Kijk, het is, ik heb ook een filmpje waar hij niet geholpen wordt, maar dat ja, het is een vrij lange situatie. Het lukt ook niet altijd, dus hij wordt misschien ook daarna nog wel eens geholpen. Maar het openmaken gebeurt echt met het pootje. En je moet het eigenlijk niet te vroeg openmaken, want dan kan de navelstreng gaan infecteren. Ja, er zit ook een navelstreng en een kleine placenta in het ei. Als dit daarna geholpen wordt, dan wordt het half-half, toch? Goed antwoord. Oh, jij wil een half punt. Ja, ja. Gaan we halve punten uitdelen? Nee, oké, goed, duidelijk. Nou. Eitanden komen inderdaad wel voor, onder andere bij kippen, maar ook bij reptielen, schildpadden, slangen, et cetera. Uilen hebben ook een eitand, maar die, de zachte bek van deze struisvogel heeft dan weer net geen eitand. Hey, hebben jullie door dat we aan het einde zijn van de 17 vragen? Het wordt overvalt. En voor de laatste vraag heb ik vier vrijwilligers nodig. En die heb ik al aangewezen. Die zitten namelijk jullie drie. En deze meneer. Jullie mogen even met mij meekomen. En dan heb ik een beul nodig. Oh ja, jullie volgen mij ook helemaal tot hier. Jongens, waar zijn de hoeden gebleven? Mogen we die even hebben? Ik wil jullie in een rij met je gezicht naar de jurytafel willen gaan staan, achter elkaar. Fantastisch. En als het goed is, komen er nu hoeden aan. Kijk, daar zijn ze al. En dit is een gevangenendilemma. Vier gevangenen staan achter elkaar in een rij. Ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar het was waarschijnlijk niet goed. De bewaker heeft vier rode en drie blauwe mutsen. Wil je dat nog even checken? Ja, hij heeft vier rode en drie blauwe mutsen. De bewaker zet van achter naar voor, achtereenvolgens een rode, een blauwe en een blauwe muts op hun hoofd. Maar dat weten de gevangenen niet. Dus jullie hebben niets gehoord. Elke gevangene kan alle mutsen voor hem zien, maar niet achter zich. En ook niet zijn of haar eigen muts. Iedere gevangene mag straks één keer raden naar zijn eigen kleur. De achterste begint, dan de volgende en dan de volgende. Raden hoeft niet, je mag ook passen. Alle gevangenen worden vrijgelaten als tenminste één van de gevangenen zijn eigen kleur juist raadt en niemand het fout heeft. Dan is de vraag, vraag 17, kunnen de gevangenen met zekerheid vrijkomen? Is dat A, nee, de kans op vrijlating is hooguit 50%. B, ja, de eerste twee moeten passen, maar de derde kan zijn mutskleur met zekerheid melden. C, ja, de eerste drie moeten passen, maar de vierde kan zijn mutskleur met zekerheid melden. Jullie krijgen wat langer de tijd dan bij de andere vraag hiervoor. En kom vooral even converseren met jullie gevangenen. Ga even naast ze staan. Ja, dat hebben ze gehoord. Verplaats je op zijn minst in hen. Ja. Als ik hier passen, dan ga ik aan 50% kans hebben om rode of blauwe te zijn. Die volgorde hebben ze niet gehoord. De gevangenen weten hoeveel mutsen er in totaal zijn. Weet wel of niet? Wel. Wel. De eerste weet het niet, dat sowieso. Nou, het lijkt me dat de eerste drie moeten passen, maar de vierde kan ze met zekerheid melden. Is dat een zekerheid? Want hoe weet hij ook al andere mensen? Ja, maar hoe weet hij dat hij dit weet? Ik begrijp dat hij dus weet hoeveel er van alles zijn.
Ja? Ja, ik dacht, dat klopt. Maar daar is nog een blauw blijft over. Als er drie blauwe zijn. Nee. Er zijn drie blauwe. Dus hij kan een blauwe hebben of een rode. Hij past. Tenzij hij weet dat één. Oké, 30 seconden. Eén blauw en rood. Ja. Dat er zowel rood als blauw is, hij past gewoon niet aan. Want als je weet of jullie mogen straks ook allemaal een glaasje champagne halen bij de bar. Dat weet ik. Fijn dat jullie dit doen. Oké, dat zien jullie niet, maar ik heb hier een C en een B. Ik ga even naar de C. Ik ga even naar. Wij hadden onderling zoveel onduidelijkheid over de vragen dat wij... Dit is gewoon een paniek eigenlijk. Ja, nee. In totaal waren 7 hoeden. Ja. En die blauwe. Die blauwe, eentje blijft over. Hè? En dat heb jij op. En dus, dat zien ze ook. Nee, serieus, dat is 7. En ik dacht, ja goed, die ziet, als die 3 passen, dan kan hij zeggen... Of een blauw of een rood, dan de, om de beurt gebeurt dus een rood. Dus dan is het A, want we hebben nu C. C, ja. Dus C, dus ja, als de eerste 3 passen. Als de eerste 3 passen. Ik heb ook een, als de eerste 2 passen. Ja, dat kwam een beetje door tijdnood. Vraag A is volgens mij niet, want omdat het een oneven aantal hoeden is als je gokt en kiest voor rood, heb je 74% kans dat je het goed hebt. Dus dan is de kans niet hoog uit 50%, maar minstens. Oh, kijk, ja. Dus dan blijft B of C over en ik zat wat te schrijven, te rekenen. En volgens mij kan de derde het weten, maar misschien ook wel niet. Het is een vraag waar je meer tijd voor nodig hebt. Misschien ook wel niet, ja. Ik denk als je naar de eerste 2 kijkt, die passen, dan ziet deze mevrouw er heel zelfverzekerd uit. Dus die weet het gewoon, ja. Ja, dit was zo'n vraag die je thuis ook heel goed kon proberen met familieleden en dit soort overgebleven paraphernalia van vorig jaar. Deze komen ook bij ons uit de kast. Er is een antwoord op deze vraag en het is ook een bevredigend antwoord. Het antwoord is B. En ik ga het uitleggen. Wees niet bang. Dat hebben we toch? Ja. De vraag is, ik ga even aan de, weet je wat, blijf hier. De vraag is of de mensen het van zichzelf zeker weten, ja of nee. Ze hoeven niets te zeggen over het totale aantal hoeden en ook niet de verdeling. Dus de achterste in de rij ziet 2 blauwe hoeden. En weet dus, nou, er zitten dus, die voor mij zijn niet alle 3 een blauwe hoed. Dus ik weet niet zeker dat ik rood heb. Ik weet ook niet of ik blauw heb, ik heb eigenlijk geen idee. Dus die past. Vind je dat, of zou jij iets anders doen? Nou, ik voel dat ik een kerstmuts op heb. En hij had zelf wel gevoeld dat het een kerstmuts was. Oké. Okay. Deze meneer hier, die ziet een rode en een blauwe. En die weet natuurlijk van degene achter hem dat er niet 3 blauwe mutsen in het spel waren. Dus hooguit 2 blauwe mutsen. Maar hij ziet voor zich een rode muts en een blauwe muts. Dus kan ook niet van zichzelf zeggen wat voor kleur die op heeft. En nou komt deze sterke, zelfverzekerde vrouw naar die. En die denkt, wacht even. Dus er zijn in ieder geval niet 3 mutsen. Misschien wel 2 mutsen. Maar dan had ik het gehoord als dit allebei blauwe mutsen waren. Dus ik heb sowieso geen blauwe muts op. Dus heb ik een rode muts op. Gefeliciteerd, die gaat door voor de wasmachine. Het antwoord op de vraag, dames en heren. Jullie mogen weer gaan zitten. Ja, graag even. Fantastisch. Nog 1 keer een applaus voor deze gevangenen. Ik zit echt te denken dat ik wat een vraag heb. Dat is goed gekregen. Jury. Ja, we hebben een probleempje geconstateerd met de Kahoot. Hadden we al eerder aangegeven voor het publiek. Dat zou wel vervelend zijn, want dan kunnen we geen winnaar in het publiek uitroepen. Daar hebben we het even over gehad en we dachten, ons voorstel is om een shootout vraag te doen. Als een shootout vraag? Via de Kahoot? Nee. Oh. Want die doet het dus niet. Die doet het dus. Hebben we wel een winnaar onder de deelnemers? Ja, willen we dat eerst? Nee, nou, laten we... Nee, ja, laten we dat nog eventjes lekker in spanning houden. Dat dacht ik ook, ja. Dan dus vanuit het publiek, degene die als eerste het goede antwoord roept. Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, want ik heb wel een vraag klaar voor ze. Ja, doe dat. Ja. Dan kijk ik even naar het publiek. Alle scores die jullie tot nu toe hadden verzameld, die zijn weggevallen. Mensen
Misschien kan er een lamp. Oh ja, Alex, ja, mensen, ik kijk. Dus de vraag. Dat is lastig, hè? Ik stel jullie een vraag en degene die als eerste het goede antwoord in minuten geeft, op de minuut nauwkeurig, die heeft gewonnen en kan straks een fles champagne ophalen bij de bar. Goed. Hoe lang duurt het om een struisvogel-ei hard te koken? 16, 8, 75, 12, 8, 3, 100, 1 miljoen, 1 miljoen, 80, 1, 40 hoor ik. Oké, wie zei er 90? Ja, daar heeft u gewonnen. Hartstikke idee. Goed, dan naar de deelnemers. Het winnende team gaat dus naar huis met een replica van de microscoop van Anthony van Leeuwenhoek. Een echt werkende, ons beschikbaar gesteld door het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Alle deelnemers krijgen het boek De Kiezer van de Keizer, geschreven door de geestelijk vader van de quiz, Hein Meijers, die er vandaag helaas niet bij kon zijn, maar wel deel was van de jury. Ook u thuis deed in grote getale mee aan de wetenschapsquiz 2019. Maar liefst 368 mensen hebben hun antwoorden ingediend. Daarvan waren er slechts 4 die alles goed hadden. En daaronder hebben wij een loting gedaan. En van de indieners hebben Guido van der Ven en Ida ten Houten gewonnen. Met jullie wordt contact opgenomen. Dan. Wil ik graag van de jury weten wie ons winnende team was? Ja, dat wil ik. Ja, Sikko. Er is heel veel gelijk geantwoord. Van de 17 vragen die jullie beantwoord hebben, hebben jullie op maar liefst 10 vragen allemaal niet gescoord of allemaal wel gescoord. 7 vragen waren onderscheidend. En op basis van die 7 vragen heeft team B gewonnen. Fantastisch. Deelnemers, was jij het meest zenuwachtig dat je niet zou winnen? Ja, je belde mij een paar dagen geleden op. En deze mensen waren allemaal geoefend. En ja, ik denk. Maar toch is er iets wat jullie dan toch mee hebben, waardoor je hebt gewonnen? Nou, ik denk dat het heel duidelijk is, hè? Dat is combinatie alfa en beta. Vind jij jezelf ook wel een beta? Een beetje tussenin. Ik ben gepromoveerd in de wiskunde en natuurwetenschappen. Dus dan ben je wel een beta. Maar ik werk ondertussen al 10 jaar lang bij psychologie. Dus ik weet van alles te weinig of genoeg. En blijkbaar genoeg. Ja, blijkbaar genoeg. Ik had geluk. Interdisciplinariteit wint vanavond. Ja, van harte, team B. Dank u wel. Dank u wel. En dat brengt ons aan het einde van de 26e Nationale Wetenschapsquiz. Maar niet voordat we een aantal mensen hebben bedankt voor hun inzet. Om te beginnen natuurlijk jullie, de deelnemers, voor jullie denkkunst die jullie ten kans hebben gegeven. Dan de jury die ons vanavond met raad en daad bij heeft gestaan. Hartelijk bedankt. Vergeet ook niet de techniek van de balie die deze wervelwind aan proeven en opnameproductie in elkaar heeft weten te draaien. Tim Wagenmakers was programmamaker vanavond. Lieve Heremans, waar ben je? Productie- en regieassistent. Lucas de Gier van de podcast Damn Honey maakte de audioscape. Zet maar even lekker de tune weer zachtjes aan. En Bruno van Waaienberg de animatie over de stand van de zon. Volgens mij hebben we hier bijna iedereen genoemd hierbovenin. En natuurlijk, Victoria Koblenko gaf ons het goede antwoord op de kleurenvraag. En male en female leenden ons 3D-modellen van de clitoris. En Fromagerie Kef gaf ons de kaas. Hartelijk dank daarvoor. We danken ook VPRO en NWO voor een goede samenwerking. En Rijksmuseum Boerhaven, Universiteit Utrecht, het Universiteitsmuseum en het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen gaven ons al deze prachtige requisieten. Dit was het voor dit jaar. Mijn naam is Sikko de Knecht en ik wens u een goed 2020.